In 2010 is hier heel veel gestemd op de SP en de PVV. Mm-hmm. Vindt u dat begrijpelijk? Begrijpelijk, ja goed, kijk, partijinhoudelijk, daar ga ik daar natuurlijk niks over zeggen als politie, dat vooropgesteld. Maar als je let op wat de mensen hier, die hier wonen, het grootste gedeelte, denk ik dat ze wel vatbaarder zijn voor wat in die partijprogramma's staan. Ik denk dat het ook misschien een soort een tegenstem. Vroeger had je de tegenpartij van Verkoot en de Bie. Ja, de proteststem. Want dat was toen ook. Dat was een partij die niet bestond, maar die kreeg veel stemmen. Dus ik denk dat het een proteststem is. Voor heel veel mensen zoiets hebben van iets anders. Want het klinkt alsof ze dus ontevreden zijn. Ik denk dat je met heel veel mensen zal vragen. Maar dan, nu vraagt u mij naar de persoonlijke mening van anderen. Dus dat weet ik niet. Maar als ik met mensen praat, dan zijn ze toch wel over heel veel dingen ontevreden. Ja. Ik denk ook dat hier heel veel mensen heel veel moeite hebben om rond te komen. Jongens, fiets even. Ga even aan de kant. Veel mensen hebben moeite om rond te komen hier. Ja, dat denk ik. En dan krijg je natuurlijk al snel ontevredenheid. Is de armoede groot hier? De cijfers wijzen uit van wel, dat er hier veel armoede is. Ja, met name ook problemen achter de deur, dus verborgen problematiek die voor ons niet zichtbaar is, maar ook voor de partners. En dat is lastig. Huiselijk geweld, dat is een heel goed punt, daar heb ik nog niet aan gerefereerd, maar dat is ook een hele grote uitdaging die hier in de wijk ligt. En een heel groot probleem überhaupt. En dat is in Binnenmezenbroek, komt dat ook veel voor, helaas. Ja. Nou hebben we het vooral over de problemen in deze wijk, maar als ik ook bewoners spreek, zijn ook veel mensen er erg over te spreken om hier te wonen. Ze willen nooit meer weg, ze zijn niet anders gewend. Is dat wat jullie ook horen? Ja, met name de oude garde die hier woont, dus die hier al vanaf het begin wonen. Dus die willen hier wel blijven wonen. Hey, kameraad, ga eens even aan de kant. Leuk hè, als ze in beeld komen. Nee, maar ja, die oudere garde, die zijn hier... Hun roots liggen hier, familie liggen hier, ze zijn hier opgegroeid en die gaan hier niet weg. Maar als je met ze spreekt daarentegen, dan zijn ze toch ook alweer... het eerste wat ze zeggen is, ja, maar het is niet meer zoals vroeger. Ja, dat heb ik ook. Het is niet meer als vroeger, het is allemaal afgegleden. Vroeger, toen de mijnen er nog waren, toen was het, dat was echt mijnwerkersbolwerk. Ja, en dat is allemaal weggegaan. En ja, zodoende krijg je dan toch meer nieuwe bewoners, zoals zij het dan noemen. En ja... Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen hier wel blijven willen wonen, ja. Willen blijven wonen. Nou ja, goed, er wordt ook veel geïnvesteerd in deze wijk. En, het is allemaal eigenlijk sinds de krachtwijk is ook. Ja, daar is extra natuurlijk geld beschikbaar. Dit hier, alles waar wij nu zitten, het ziet er nou niet meer heel mooi uit zoals in het begin, maar is er allemaal gekomen dankzij extra geld. En helpt dat ook? Zichtbaar, dus in de zin van visueel, zeker. Want het ziet er beter uit. Want het ziet er beter uit. Alleen, kijk, achter de deur, je kunt die stenen wel opnieuw bouwen. Je kunt die flat hier afbreken en vervolgens een nieuwe flat neerzetten. Maar de mensen die erin wonen, die blijven hetzelfde. Dus je zal ook de mensen zelf, aanpakken klinkt sowieso denigrerend. Maar je zal die mensen ook moeten begeleiden, heropvoeden, noem maar, zeg maar hoe je het wil noemen. Maar